Welkom in de kleine zaal van het concertgebouw. We zullen straks testen hoe het geluidniveau is. Dus ik zal straks vragen of jullie buiten gaan staan en wat geluid gaan maken, zodat we kunnen luisteren of we op de deur al open hebben of niet. 1, 2, 3, 4. Gisteren was de repetitie, de eerste repetitie, en eigenlijk was het idee van het trio, het Lentvaart trio gaat spelen, en op een gegeven moment kijkt de violist, of in ons geval de cellist, je aan als een thema speelt. Probeer te luisteren welke toon je hoort en pak die op en speel die. Kant heel nieuw, veel geluid, muziek wat niet alledaags is. Je bent vrij om te doen wat je wil eigenlijk. Aan de andere kant staan er ook hele mooie melodielijnen in, wat heel vertrouwd is eigenlijk. Normaal speel je met bladmuziek op de lessenaar en dit was heerlijk uit het hoofd. Het is leuk om te merken hoe Merlijn ons allemaal vrij makkelijk zover krijgt. Dat we dus niet gebonden zijn aan noten of regels of maten en geen papier voor ons hebben. Heel spannend om te horen en om er aan mee te doen. Je zit er letterlijk in. Dat maakt het wel anders dan alleen maar luisteren. Thank you.